Het is het grootste tv-transfernieuws van het jaar tot nu toe. Eva Jinek keert na de jaarwisseling terug bij de publieke omroep na een periode van vier jaar bij RTL4. De presentatrice nam destijds vrijwel haar hele redactie mee naar de commerciële zender, maar nu neemt ze de benen. Ze heeft gisteren tekst en uitleg gegeven op de redactievloer. Carlo Boshart heeft dit gisteravond onthuld in de talkshow van Renze Klamer die ook door Eva's redactie wordt gemaakt. Zij werken wel gewoon fulltime. Ik kan me voorstellen dit programma wordt dan ook met het team van Eva Jinek gemaakt dat je denkt er is toch wel even een bom ontploft. Dan gebeurt er ook wat met jouw redactie. Daarop antwoordt Renze: Het is natuurlijk een team dat voor een groot gedeelte uit mensen bestaat die met haar destijds van KRO en CRV naar RTL zijn gegaan en die een groot deel van hun leven eraan wijden en dat ook fantastisch doen. Ook Humberto, Bo en ik kunnen daar gebruik van maken met veel plezier, maar zeker ja, dat doet wat. Carlo, heb je wat van die sfeer gemerkt achter de schermen? Renze, wat is dit in een keer voor? Carlo, mag ik dat niet vragen? Ik heb gehoord dat Eva Jinek hier ook vanmiddag was. Ze heeft iedereen toegesproken. Renze, vanochtend, ja. Carlo, was jij daar ook bij? Hoe ging dat? Renze, dat moment laat ik even voor haar en haar team. Ik heb zelf even gisteren met haar geapt, dus daar was ik niet bij. Dat zou je aan die mensen moeten vragen, maar het was natuurlijk even goed om wat tekst en uitleg te geven. Carlo, maar er hebben niet mensen tegen jou gezegd, dat was leuk of dat was goed of? Renze, het was goed. Dat lijkt me logisch, dat als je voor iemand werkt dat je diegene even in de ogen kunt aankijken en vragen, Jo, wat is het plan? Wat gaat er gebeuren, toch? Carlo, ik vind dat je nog een beetje stillig bent. Je laat niet het achterste van je tong zien. Renze, ik ben niet de persoon om daar helemaal over uit de school te klappen. Carlo, maar het is wel jouw team ook. Renze, ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik heb de vorige zomer ook vier weken met ze mogen doen en nu weer, dus in die zin is het natuurlijk ook niet alleen meer het team van Eva, maar ook van Bo, Humberto en mij.